Wat gebeurt er nou bij een aanhouding? De politie mag je 9 uur ophouden voor verhoor. De tijd tussen 12 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends telt niet mee. Daarna mag je in verzekering worden gesteld. Dat duurt 3 dagen. Die termijn kan verlengd worden met 3 dagen. Gebeurt niet vaak. Moet je tussendoor wel even naar de rechtbank of de rechtercommissaris dit oké vindt. Maar pas na 3 of 6 dagen, als ze zeggen nu willen we echt een inbewaringstelling, we willen dat u langer vast blijft zitten, ziet je advocaat het dossier en probeert hij je naar huis te krijgen. Als dat niet lukt, moet je 14 dagen wachten op de rechtbank. Die beslist dan of je 30, 60 of 90 dagen moet blijven zitten. Het kan ook wel lukken, of naar huis, zomaar, of met een schorsing en dan moet je aan voorwaarden houden. Dit is in het kort wat er gebeurt als je wordt aangehouden.